Ja, ik ben Matthijs Boy. Ik kom uit Amsterdam. Het is mijn atelier. Je kijkt hier naar een wat rommelige tafel met wat flesjes drank en een muur vol tekeningen waar ik op dit moment aan werk. Ik ga even een klein stukje terug de geschiedenis in. Ik ben 7 jaar werkzaam geweest als kunstenaarsduo. Dat heette Mictor en Molf. En wij deelden onze website in 2 categorieën op. Namelijk de categorie goed werk en slecht werk. Nou, goed werk definieerden wij als volgt. Commercieel werk betekent werken voor geld. Geld is goed, daarom goed werk. We maakten ook slecht werk. Vrij werk is werken voor niks. Werken voor niks is geen geld. Geen geld is slecht, daarom slecht werk. Nou, er een paar voorbeelden van. We hebben slecht werk gemaakt. Was een groot zwembad in Amsterdam-Noord om in te skateboarden. CD-hoezen voor de jeugd vertegenwoordig. Hun podia maakten we onder andere. Videoclips. Een gek t-shirt met een blote man. En we hadden een openbare rookruimte die we verhuurden aan festivals in Nederland. En we maakten veel grote schilderijen. Die hingen we dan in galeries. Daar zie je hier een voorbeeld van. Hier liggen ze nog op de grond. Dus dit was eigenlijk voor de expositie. En na een aantal samenwerkingen met verschillende galeries dacht ik, nou, dit kan volgens mij efficiënter. En toen ben ik de 1000 Drawing Pension Plan begonnen. En dat is eigenlijk mijn website waarop ik de tekeningen die ik maak voor 1 euro per maand verkoop. Je koopt dan een tekening en dan betaal je tot ik met pensioen ga in 2050 elke maand 1 euro voor. Nou, ik heb daar een logo voor gemaakt om het een beetje te kunnen marketen. En dit is de website. Hier zie je alle tekeningen die ik maak. Daar kan je op klikken. Als je hem leuk vindt, dan verschijnt er een formuliertje. Dat vul je in. Je maakt een betaling aan van 1 euro per maand, die dus 35 jaar loopt. En ik stuur jou die tekening op. Het geld wat ik uit deze verkoop binnenhaal, gaat naar een spaarrekening. En dat wordt apart gezet voor mijn pensioen. Nou, hier zie je een paar andere resultaten op een andere pagina. En dat is de pagina waar de tekeningen staan die verkocht zijn. Daar word je dus met jouw portret afgebeeld naast de tekening die je hebt aangeschaft. En zodoende heb ik dus inmiddels een relatie met zo'n 300 mensen voor de komende 35 jaar die die tekening van mij hebben. Nou, soms sta ik dan toch nog in een galerie of in een museum. En om het daar ook een beetje makkelijk te maken, heb ik een balie gemaakt met een computerscherm. En kun je dus ter plekke de tekening, als je het niet thuis wil bestellen, in het museum of in de galerie ook bestellen. Dit was in de Willem II-fabriek in Den Bosch, geloof ik. Wie van jullie koopt er wel eens kunst? Nou, dat is een werk aan de winkel. Deze 2 zijn nog te koop. Er zijn er meer te koop trouwens op de site. Dit is het financiële, of het geografische midden tussen de financiële wereld en Tibet. Ik weet verder helemaal niks over het conflict, maar het leek me wel interessant om die 2 samen te brengen op een papiertje. Dit is een beetje de wereld waar ik in leef. Ik zie kunst op mijn telefoon, ik zie het op mijn computer. En eigenlijk via die weg, via die contactmomenten, kom ik het in het echt tegen. Daarmee heb ik eigenlijk een heel andere beleving van de kunstwereld dan we normaal gesproken in de media zien. Want in de media is kunst eigenlijk vooral dit. Beschadigde werken, topdirecteuren die een museum wel of niet verlaten, diefstal, exorbitante veilingresultaten. Helemaal niet leuk voor een beginnende of gewoon een ervaren kunstkoper. Want het gaat nooit over de werken van 500 tot zeg 5000 euro die gewoon leuk zijn voor in je huis. Nou, daar heb ik een platform voor opgericht, dat heet Patty Morgan. En dat is een platform waar je kunstenaars kunt volgen. Zij doen daar eigenlijk net als op Instagram en Facebook, publiceren zij over het werk wat ze maken. Jij kan kiezen welke je leuk vindt en volgen. En op het moment dat je denkt, nou, deze kunstenaar vind ik leuk en ik vind ook het werk wat hij maakt leuk, dan kan je ook besluiten om werk te kopen. Nou, dan zie je hier zo'n pagina van bijvoorbeeld Stijn Elshuis. Dit is een van de 500 kunstenaars die er inmiddels op zit. En je ziet dat hij hier een foto van zijn atelier heeft. Maar ook 2 werken die te koop zijn. Hij deelt flyers over de exposities die hij houdt. Hij schrijft bovenaan stukken over zichzelf of over anderen. En wat jij daar kan doen is werken verzamelen. Dus je kan een collectie aanmaken van de werken die je aanspreken. Nou, die collectie kun je delen, die kun je lekker online laten. Maar mocht je nou op een gegeven moment zo verslingerd raken aan die digitale collectie die je hebt, dan kun je ook werken kopen. Zijn er vragen al? Als het niet zo is, dan is het eigenlijk gewoon relaxed. Dan heb ik een beetje tijd om op adem te komen. Dat is ook wel even lekker. Ook na afloop is er nog wel wat tijd om vragen te stellen, hoor. Ja. Dit werk is van Sander van Noord. Dat vond ik zelf te gek. Ik probeerde net al een eigen werk te verkopen, maar het leek me dan ook wel aardig om een werk van een ander te verkopen. Deze is 40 bij 50 centimeter. Het is olieverf op canvas.
En wat je ziet zijn eigenlijk twee mensen in een, ja, ik denk een soort dennenbos op een leeg grasveldje. Die met elkaar bezig zijn. Het heet Dark Days. Het is gewoon een heel geschikt werk om in huis te hebben. Wat op ons platform veel gebeurt, is dat mensen het digitaal liken. Ja, en van een digitale like naar echt cash afrekenen, dat is nogal een grote stap. Dus we hebben nu ook de Try-By Club opgericht. Dat is een club waarbij je €60 per maand betaalt. En dan krijg je 2 werken in je huis voor een periode van 3 maanden. Nou, dat gaat zo in zijn werk. We zoeken 2 werken met je uit. Die hangen we 3 maanden in je huis. En we drinken met de kunstenaar en je vrienden bij jou thuis een fles wijn leeg. Om te bepalen of het nou wel of niet een goed werk is. Die €60 die kun je in principe wegstrepen, want die wordt afgeschreven van de aankoopprijs op het moment dat je besluit te kopen. Besluit je niet te kopen, kun je die €60 ook wegstrepen, want dan ben je het geld kwijt. Dit is even totaal iets anders. Mijn opa is 94 geworden, verder is hij niet gekomen. Maar zijn huis stond laatst te koop en zo had hij ook ineens online tentoonstelling. Want deze 3 werken stonden dus door deze foto onlangs ineens op Funda. En daar was ik zo trots op dat ik dacht, nou, die moet ik een keer in een presentatie meenemen. Ik ben er bijna doorheen. Mocht je na deze spraakwaterval zoiets hebben van wat moest ik ook alweer doen? Je moet naar pattymorgan.net. Daar moet je, als je geen geld hebt voor kunst, moet je ons shirt kopen. Heb je wel geld voor kunst, moet je kunst kopen. Op Instagram kun je ons volgen. En je kan altijd mailen naar Patty, dat ben ik. Als je lid wil worden van de Try-By Club. En laten we zo meteen lekker met z'n allen nog een biertje drinken.